600 mensen is gewoon een dorp in IJsselmonde. Geen seks in Hilversberg. Vanuit het doel is dat deze asielzoekers meegaan met de maatschappij. Dat kan je niet voor elkaar krijgen in een wijkbare achterstand zijn. Dat moet je doen in Kralingen, waar kinderen gewoon geen taalachterstand hebben. Daar kunnen de asielzoekers veel beter in mee. Zoals deze man daar met een witte ogen, alles onderschat. Wij als politie laten u niet zakken. En net zoals bij u in de wijk en bij mij in de wijk zijn er altijd mensen die dingen uithalen en niet kunnen. Maar dat is niet het gros van de mensen. Paul? Waarom doet u niet in alle wijken 30 of 40 personen?